Hier kan uw commercial komen te staan. Wilt u meer weten? Bel of mail ons. Oké, we gaan naar de 60. 3, 2, 1. Succes jongens, want voor het eerst sinds jaren hebben we weer een officiële 10 kilometer winnaar. Zowel bij de dames als bij de heren. We hebben een prijzenprijs. Ik mis de bijen. Jeroen Verboom, laat dat nou net ook de man zijn die zei dat je met 37 minuten. Dat hij met 37 minuten dat wel even kon doen. Even iets aan de kant, jongens, die komt de wedstrijd lopen. Goed zo, ga door, kijk uit. Het is wel leuk om even te vertellen. We hebben nog nooit een aanvraag gehad van iemand die meedeed aan de wedstrijd loopt voor wat het parcours was. Maar Ellen heeft het gedaan, niet waar? Ellen Mielmons, wat is nou precies het parcours in? De eerste wedstrijd lopen van de 10 kilometer komt eraan. Jeroen Verboom. Uit Baren, 22 jaar. 37 minuten 10 zit je aan. Bijna. Daar komt Aardlijster en daar komt hij aan. Jeroen Verboom uit Baren, de winnaar van de Dorpsloop 2011. Prachtig, hij is 37 minuten 21. En bij leeftijd, je zou zeggen 30, 32, hij is opgegeven 50. Ik weet niet of dat de waarheid is, maar de tweede plek is wel de waarheid. Hartstikke groet, Harry. Binnen de 40 minuten, hartstikke knap. Onze dorpsgenoot Mark Doornhoff uit Nijkerk. Hartstikke goed, mooie derde plaats. Mark ook straks, met een half uurtje naar de prijs krijgen. Jeroen, gefeliciteerd. Je zei van tevoren 37 minuten. Hoe wist je dat? Ik heb afgelopen woensdagavond nog 10 kilometer gelopen en toen liep ik 36. Zo. Dus ik had zoiets van, nou, als het nu weer 36, 37 loopt, wilt u even aan de kant dan gaan, zal het mooi zijn. Kom op, dat hartstikke goed, je bent er bijna. Ah, geef ze een hartelijk welkom, dames en heren, de winnares bij de dames. Sander met nummer 3. Prachtige tijd. Wat wil je nog meer? Verloskundig van het jaar en winnaar van de 10 kilometer. Ellen, je hebt ervoor gewerkt, het is een paar geweest. 49 minuten. Elke avond ging de poort weer open en ging ze. De nummer 3 bij de dames, Wilma Hagemans. Gaat ook een hele goede tijd neerzetten. Was 51 minuten, blijft er nu onder. Sanne? Ja, ik kan vragen hoe het ging, maar je hebt gewonnen, dus dat moet uiteindelijk goed zijn gegaan. Zeker, ja, dat viel niks tegen. Tevreden met je tijd? Ja, ja, absoluut. 48 minuten lang. Loop je vaak? Nee. Nou, normaal wel, maar zoals je net hoorde ben ik verloskundige. En ik zou al 3 keer op rij met de dorpsloop meedoen, maar 3 keer had ik bevallingen. Okay. En zo gebeurt dat vaker als ik wil trainen. En dat is helemaal niet erg, maar... Okay.